We staan weer klaar om de auto in te gaan. We gaan zo meteen namelijk naar alle Aldi's af. Zoals we ieder jaar doen. Dit jaar gaan ze dus pas verkopen op 15 december. Het is nu 14 december. En net als ieder jaar weet ik dat ze gewoon al veel eerder alles in de schappen gaan hebben. Dus wij gaan gewoon zo meteen even alle Aldi's af. In de hoop dat er één Aldi bij zit die al heeft. Want wat gaan we dan doen? Heel veel inslaan. Ja, want we gaan echt superveel inslaan. Maar dat zullen jullie zo meteen hopelijk zien. We gaan ook even kijken of ze hier vuurwerk hebben. Ik hoop het wel. Maar de volgende plasma. Zwarte stick. Je ziet het. Nieuw in verpakking. Die leggen we hier. Die leggen we hier, ja. Bam. Nee, wel iets beter. Nee, dit is goed. Dit is goed, man. En voor de mensen die hier in de buurt komen. En dan heb je echt geluk als je het vindt. Een hele karton, die gaat sowieso de car in. Maar besef hoe ziek het is dat dit bijvoorbeeld... Dit is de tweede Aldi, jongens, waar we zijn. Het ligt hier nog niet in de schappen. Nog niet. Maar kijk, dit zijn de... Waar zaten we ze nou? Nitro's. Nieuw dit jaar. Hoe duur het is, weet ik niet, maar... 3 euro. Daar gaan we zeker ook wat van doen. Een tonnetje. Ja, gaat er ook bij. Inladen maar, man. Ah, zeker ons, een tonnetje. Ja, gaat er ook bij. Ja. Zou ook een pakje knetterrotjes meenemen? Ook een ton, man. Ja, mooi. Ken ik jou ook al een. Maar dit zijn ze, hè? Knetterlinten. Of razellinten. Deze moet ook nog wel. 3 euro. Jij ook even wat doen? Leeg toch? Fonteinenbox. Die is ook nieuw, man. Normaal zit hij in een zak. Oh ja, 20 stuks zijn dit te maken. Wil je die ook allemaal hebben? Neem gewoon dat hele karton, gast. Ja, maar dat lijkt... Ja... Neem gewoon dat hele karton. Oh ja, ik kan ook weer andere shit ingooien. Hé, hey, deze doen we ook. Ja, maar dat was nooit vast met zoiets in dat ding. Boeiend. Ga maar, man. Voor nu is dit het even. Want ze gaan sluiten, helaas. Ze moeten het... opzoomen. 100? Ja. Yes. Jij hebt pinpas erbij. Inladen maar, man. Zo, dan gaat het even... Oh, die speciaal open gaan voor ons een uur eerder. Zo. Nog echt... Hier één. Ja. Overal karton. Ja, dit zijn de losse dingen, dus dat weet ik niet. Echt. Ja, die losse kunnen we het beste opdoen, ja. Zo. Heb je er al aan? Worden opgelegd. Kijk hoor, 50 keer rattel in. Ja. Ja, 50 keer. Oh nee, wacht, inhoud 50. Hé, hey, ja. Jongen. Hey, blijf maar bezig. Hij loopt wel weg. Maar, oh, hij is een pinpas pakken. Dat komt wel. Heb je één knetterlint voor me dan? Huh? Heb je één knetterlint voor me dan? Kijk, ik hem 19 keer aanslaan, want hier heb je hem niet. Oh, dit is een knetterlint, hè? Nee, dat zijn rattellinten. Daarboven heb je er nog wel anders zo. Knetter King. Oh, ja, hey, thanks, hè? Voor... Kijk. Inladen, man. 5 euro is drie dikke karren vol, hè? Haal hem maar omhoog, man. Ja, jongens, vuurshoppen Duitsland bij de Aldi. Nee, dat doen wij niet. Maar ik hoop een categorie in vuurwerk. Nee. Ja, man, inladen maar, jongens. We gaan de hele dag koffie en thee drinken. Bij deze Aldi zijn we dus weer geslaagd, vorig jaar ook. En voor de mensen die het willen weten en die heel erg benieuwd daarnaar zijn, we hebben hier speciaal mee van tevoren al bericht, zodat ze extra hebben ingekocht voor ons. Dus voor de mensen die deze Aldi altijd naartoe gaan... Want hij is officieel gezien al gesloten om deze tijd. Ja, hij was al gesloten. Maar klopt. Speciaal voor ons konden we naar binnen gaan. Deurtje open. Even kijken hoe het überhaupt gaat passen, man. Deze gaat niet passen. Ja, daar zeg ik ook. Je moet dat ding platleggen, loer. Welk ding? Ja, die stoelen. Ja, die nitro's ben ik wel benieuwd naar, man. Ja, man. Ja, lekker. Kijk, hier. Nitro. Nitrootjes.
Kijk dan, nou al achterbakje vol. Mooi. Hoppa. Tonnetje op de achterbank. Een pijlenpakket. Die hebben ze. En hebben alleen nog dat blok. Dat blok. Blijf in de compound, gek. En als je die gewoon neerzet en dan één lontje eruit laat komen. Snap je? Kijk. Dit is hem. Die gaat gewoon op de achterbank. Hoppa. Kijk. Zo. Gordel om. Ja. Hij moet wel veilig blijven staan. En dan zou ik zeggen, kofferbakje dicht. En dan gaan we door naar de volgende, jongens. We zien jullie zo. Kijk hoeveel hier staat. Kijk hoe weinig we meenemen. Hier weer een kartonnetje erbij. We zijn nu bij de volgende Aldi. Even de volgende, jongens. Bij de volgende winkel. En we hebben hier weer plasma aanstekers. En wat gaan we daarmee doen? Die gaan we achterlaten. Dat is bij de Aldi. Nee, super. Zullen we hem hier leggen? We gaan ze verstoppen, jongens. Zet maar neer, man. Maar voor degene die weet, hier in Zoetermeer, leggen we hem neer. Als iemand hem vindt, stuur even een DM. Mochten jullie hem ook willen, jongens, kortingscode staat hier in beeld. Jullie kunnen hem nog steeds kopen met korting van ons. Link staat in de beschrijving. De volgende winkel. Uitladen, jongens. Dat auto is er. Weet ik ook niet, man. In Delft, volgens mij. Die staat in Delft, volgens mij. Gooi hem maar, gaan ze af. Hé, hey, wat is dit blok? We hebben 51. Ja, broer. Deze lag onder karton, man. Ja. Oh, wacht, dat is de ene die ontbrak uit het karton. Ja. Ook erin. Ik heb er maar niet. Even, hoeveel euro is dit, denken jullie, jongens? 100 nog. Nou, dat was maar zo'n 200. Dat flink opgeleverd. 220. Wel weinig. 500. 500. Ja, we hebben hier ook nog twee kartons staan. Kijk, hier staat een knetterlinten. Let's go. Gaan we alles afsteken nu? Zet maar neer. Wat is dat voor een kutgeluid, man? Ei. Ik zou zeggen, zet een compoundje even neer hier zo. Zo, wat is dat voor een geluid, man? Godver. Lijkt wel een stofzuiger. Vuurtje erbij. Wil jij een plasma aansteker? Ja. Zeker? Ja. Zeker? Ja, alsjeblieft, man. Ben je er blij mee? Ja, denk ik wel. Kijk, zo, moet je wel openen, voor mij is die leeg. Nee, joh, grapje. Oh. Dank je wel, man. Alsjeblieft, man. Dank je wel. Na twee vestigingen hebben we eindelijk het vuurwerk wat we willen hebben. Drie stuks eigenlijk, waarvan twee het hadden. Of nou ja, ze hadden het alle drie. Ja. We waren bij twee mogen kopen. Ja, en we waren bij één winkel, waar we er net als eerste waren. En toen hadden we heel veel vuurwerk laten liggen voor mensen die dus morgenochtend gaan. Want we hadden al contact met de Aldi hiervoor. Puur om te zeggen dat we er aankomen en dat wij best wel een grote bestelling gaan doen en dat ze daarop hun voorraad kunnen aanpassen. Alleen ze hadden niet alles. Nee, ze hadden niet zoveel. Ja, ze hadden niet alles zoveel. En toen kwamen ze op een gegeven moment van ja, jongens, we verwachten wel dat jullie veel hadden besteld, zouden kopen, maar niet zoveel. Dus laat alsjeblieft nog wat staan. Nou, dat hebben we gelijk gedaan. En toen zijn we naar de volgende filiaal gereden en hebben nog even een kartonnetje knetterlint bijgehaald. Maar ik dacht dat die klettenlinten 3 euro waren, man. Klopt. Dat zijn ze volgens mij ook nog steeds. Ja, maar wij hebben ze voor 2 euro afgerekend. Dus ze hebben eigenlijk 2 karton voor 200 euro. Dus 100 euro korting. Ja. Dus dat is toch wel een mooie meevaller eigenlijk, om het even zo te zeggen. Klopt. En weet je wat ook mooi is? Dat toch zo, een derde kartonnetje gratis zijn. Dat we zo gelijk even gaan stoken, man. Daarom. En naar de Mac. Ja. Dat lijkt net een Polen-video. Nee, maar jongens, we gaan zo gelijk even naar locatie toe. Want die nitro's ben ik benieuwd naar, ja. Die fonteinenpakket. Ben ik heel benieuwd, die nitro's. Ja man, wat het precies is. Maar op verpakking leken ze groter, hè? Klopt, dat wel. Het zijn gewoon knetterrotjes, man. Het zijn eigenlijk, ja, er zit er ook dat maar 10 in. Dus ik weet niet of het nou echt duur is, maar dat weet je, dat gaan we zo wel zien. Het ligt net aan wat ze gaan doen. Klopt. Ja. We zijn op locatie. En alhoewel jullie het niet heel goed kunnen zien, zullen we het zo meteen wel even beter laten zien. Ja, anders alleen deze en een pakje nitro. Ja, pak je nitro. Dat sowieso. Daar ben ook, want daar ben je ook wel even mee bezig. Man. Dat is goed zo. Want hier ben je ook wel even mee bezig. Oké, dit gaan we stoken. Even testen. Heb je er zin in? Ik heb er heel veel zin in. Als je gokt hoe lang ik ben. Ja, het meterpakket. Ja. Haal er maar wat uit. Ik zou zeggen, we doen gewoon lekker. We dachten dat het fonteinen waren. Moet je kijken wat erin zit. Als je... Kijk, er staat crackling op, maar dat kan ook gewoon... Er zitten knetterballen in, gek. In het buisje. Ja.
één knetterbal gedaan, jongens. Twee gedaan. Op een gegeven moment, die Cobra's hebben ook zo'n... Ja, het is ook van die dikke lange appen. Ja. Ik denk, hey, check op. Nee, joh. Geen Cobra's zijn. Sorry. Die steken we niet af. Hij is gepakt. Ongelooflijk. Maar hele chille agenten weer. En we mogen doorgaan. Maar naar één knetterbal, man. Eigenlijk. Nee, naar één knetterbal. Oké. Ja, maar wie zijn gewoon toevallig. Oh. Maar dit was echt een jas uit. Ja, hij zegt, die maken ook grote klappen. Ik zeg, ja, hij zegt, nee, moeten hem maar even terugdenken. Die agenten zeiden inderdaad van die grote dingen die daar liggen. Ja, dat lijken wel cobra's. Ja. Zeg, serieus. Hij dacht eindelijk wat te doen. Waar jullie allemaal voor gekomen zijn, in nitro's. Gaan we even openmaken. Ik ben benieuwd wat het is. Oh, het zijn wel van die grotere dingen, man. Oh, kijk. Oh ja, zo. Zou even eentje rechtop zetten. Hoezo leek je net zo klaar ook? Die roken waarschijnlijk niet. Wegwezen. Nitrootje. De eerste. Oh, nou. Kijk, een bom. Dat is wel mooi, hè? Dat er fonteinen zijn, joh. Ja, man. Mooi, hè? Kijk, hoe hoog ook, hè? Echt hoog, man. Ja, man. Maar er hoort wel een knetter na afloop, man, vind ik. De knetter. Nog eentje. Nee joh, hij was trouwens. Ja jongens. Nog één? Ja. Rechtop. Doe, doe. Ja, echt heel die auto aflopen zoeken naar die aansteker. Even een vijf. Kom daar nou wel op de fiets aan. Happiness Fountain. Nou, Sven, steek me aan. Kat 1. Nou ja, we gaan het zien, man. Sven, zijn wel recht niet, hoor. Oh. Maar, man. Ja, normaal kom gesproken op. Fluiten happiness. Maar nu doen wie zit er even bij. Ja, we hebben er net één voor getest. Afwisseling. Wel goede normaal, plasma van mijn plasma. Kijk, ik heb hier nog een dikke Extreme Rides nummer 1. Oh, buddy. Speciaal voor Ruben. Waar is die lege dan? Die heb jij die Rainbow? Ja. Die kan je aan hem geven, toch? Oh, die is nooit in de opladen. Gaat de lucht in. Gaat de lucht in. Het is al vuur. Ja. Oh, ik dacht dat het ook zo'n nitro was. Kijk, deze gek. Holy fuck. Oh. Hé, maar dit zijn... Oh. Maar kijk dan, dit zijn wel van die... Dit zijn zogenaamd wel grotere, maar... Die zitten dus wel gewoon in dat pakket. Ja, de hele omhulsel wordt steeds groter, maar de inhoud niet. Oh shit, ik mis de lont er niet doorheen. Ah, pleur hem gewoon even zo. Kijk. Tegenwoordig wordt het allemaal zo verkocht als piddy crackers. Vanwege de plastic dat er omheen zit. Hij is nog niet echt spectaculair, hij duurt hooguit iets langer, maar... Echt, hè? Wat is het? Zo spectaculair, die is uit. Jezus. Wat de hel? Het ding gaat nog niet eens open, moet je nagaan. Nee, dit zijn gewoon ballenbakballen, man. Weet je hoe zwaar ze zijn? Ja. Maar het lijkt echt net een soort kleine fonteintjes die alle kanten op gaan. Wondertollen zitten hierin. Nee. Kijk maar. Ja, zeker eentje af dan. En gooi hem erin, ja. Echt geen zin om heel dat ding één voor één af te steken. Hier, hier. Maar hoe kan dat, man? Echt flink genijd, gek. Dus zelfs dat je een compound denkt te kopen, er zitten allemaal alligators in. Oh, wat is? Die is al zo, man. Alles de dingen in de pit. Zo. Wee, yo, ouwe. Hij blijft wel mooi rechtop staan, of niet?
We hebben even afgestoken, jongens. Ik zou zeggen, doe even een blauwe duim omhoog. Echt een goede duim. Want als jongen, jullie... wat zeg je nou weer? Dus, want als jullie een goede duim omhoog doen, dan gaan wij gewoon ook even overdag stoken van de Aldi. Dat doen we sowieso ook zonder, maar dat zien jullie het niet. Dat nee, is het eigenlijk. Klopt, en we hebben nu gewoon even een paar dingen getest, maar je weet zelf. En ik hoop dat jullie het een leuke video vonden. En wat wou je nog toevoegen? Ja, ik zou zeggen, doe even een likeje omhoog. En ik ben heel benieuwd of jullie ook al kat 1 van de Aldi hebben gescoord. Want op dit moment, als jullie deze video zien, heeft eigenlijk elke Aldi het. Klopt. Op dit moment, tenminste hoop ik voor jullie wel. Nou, we zien jullie weer bij de volgende video. En dat is morgen weer om 12 uur. Later.